President Chandrika Prasad Santokhi heeft afgelopen zaterdag aan het hoofd van een speciale delegatie een bezoek gebracht aan Datasur en het Command Center. Santokhi heeft als voormalige minister van Justitie en Politie in 2008 aan de basis gestaan van het project van camerabeveiliging in Paramaribo. Voor het staatshoofd heeft elk automatiseringsproject namelijk een basis van succes als de organisatie in het land zelf ook op orde is. In gesprek met het personeel zei de president dat Suriname als land onderdeel is van de Cyber World. Deze wereld organiseren doe je niet alleen met moderne technologie en camera's van het Command Center, maar ook met een datacenter waar alles wordt opgeslagen. We hebben de uitdagingen bij Datasur gezien. Als we goed beleid voeren, internationaal en regionaal, waarbij Suriname, in dit geval Datasur als dochteronderneming van Telesur, concurrerende tarieven kan aanbieden, dan is het de kans voor beide bedrijven om diensten te bieden aan de buitenlandse bedrijven. Aldus het staatshoofd. Vooral in deze COVID-periode is het volgens president Santokhi raadzaam diensten online aan te bieden. En dit moet volgens hem versneld uitgevoerd worden.